dit is kwaliteit, snap je? Ja, dit is kwaliteit. Dit is echte, kwaliteit. Echte leren poutjes eronder. Ja. Net als een echte uil. Oh, Alexander, welkom bij het tussenuurtje. Ja, thanks. Ten eerste vraag ik altijd of je wat thee wil. Ja, graag. Heerlijk. Ja? Super. Er zit ook een spreuk op. En de spreuk dit keer is... Only with self-respect you can respect others. Helemaal waar. Ja. Want als je jezelf niet respecteert, nee. Dan zit je sowieso op een grauwe plek. Ja. En dan kan je waarschijnlijk vrij weinig respect hebben voor andere mensen. Nee, alles wat je niet voor jezelf kunt geven, kun je anderen ook niet geven. Boom. En we zijn begonnen. Oké, let's go. Boom. Nou, dan gaan we. Hey, even voor de mensen die jou niet kennen, want ik ken jou... Eén, omdat je een hele goede vriend van Ties bent, mijn man. Van feestjes. Ja. Heel leuk. En ik weet ook wel een beetje wat je doet. Natuurlijk omdat je in mijn vriendenkring zit. Maar vertel even kort wat jouw werk is, zeg maar. Want ik vind het super inspirerend. Nou, wat ik doe, van oorsprong ben ik eigenlijk trainer. Ja. Op het gebied van management, sales en leiderschap. Dank je. Zo is het begonnen, toch? Dus een beetje de commerciële wereld begon het. Ja. Nou, nee, daarvoor nog. Oké. Het was, is misschien wel leuk om te vertellen hoe het ooit begonnen was. Ik was ooit, werkte ik bij het UWV, had ik een traineeship. Ik wist niet wat ik wilde doen met mijn leven. Wat is dat ook weer, UWV? Dat is een uitkeringsvertrek voor mensen die WW-uitkeringen zou krijgen. Ja, ja. En toen kon ik een traineeship volgen waarbij je kon, mensen kon coachen, dus één op één. Ja. Je kon vacatures werven bij werkgevers, maar je mocht eigenlijk helemaal zelf invullen hoe je dat jaar wilde doen. Mm-hmm. En er was een moment dat mijn manager tegen mij zei, vind je het leuk om een keer een training te geven? Ik had nog een training gegeven, dus ik dacht, nou, lachen. Voor andere mensen, om eigenlijk het beste uit hunzelf te halen, ja, dat toch? Was een beetje personal branding. Dus wat doe ik, wat wil ik, wat kan ik? Hè? Die vragen, die speelden mensen veel mee. Nou, en ik dacht, nou, even googlen hoe je een training geeft. Dus ik heb een beetje theorieën bij elkaar verzameld. En ik stond daar. En ik weet nog heel goed dat halverwege die workshop begonnen meisjes te huilen. Dus ik dacht, nou, lekker, weet je, eerste workshop. Gewoon van puur verdriet? Gelijk huilen, nou, dat wist ik nog niet op dat moment. Dus ik kijk aan en ik zeg, nou... Shit, de eerste workshop gaat gelijk fout. Zo, wat is er gebeurd? Zegt ze, ja, ik besef in één keer op dit moment heel duidelijk dat ik altijd verkeerd over dingen na heb gedacht. Nu snap ik het. Ik zei, dat is toch hartstikke mooi. Zegt ze, ja, daarom huil ik ook. Ik zei, nou, dat is toch goed. Holy moly. Dus jij stond daar en jij dacht, oké, ik doe het zo slecht dat er iemand letterlijk gaat huilen in deze groep mensen. Ja, ik had het ook niet helemaal door, maar op een gegeven moment zaten andere mensen naar haar te kijken. En ze keek, zei ze, oh shit, er zit er een te huilen. Ja. En toen kwam het te sprake en het bleek dat zij altijd tussen twee studies had getwijfeld die ze eigenlijk allebei niet wilde. De een wilde haar ouders graag dat ze dat ging doen, want dat was veilig. Mm-hmm. En de ander zei van een vriendinnetje van doe dat maar. Maar eigenlijk kwam het helemaal niet uit haarzelf. En toen ik haar vroeg van wat zou je nou zelf het liefst willen? Dan zei ze ja, ik wil acteren of ik wil graag ontwerpen. Dat is een heel creatief meisje. Mm-hmm. Maar dat kon niet, want een vriendinnetje had ooit gezegd van nou, acteren, je kunt niet echt kritiek, dus dat kun je wel vergeten. Nou, dat geloofde ze ook direct, dus dat vergat ze. Ja. Heel erg beperkend. Heel erg laten sturen door andere mensen. En haar eigen lotsbestemming een beetje aan de kant geschoven. Dus. Precies. En wat ik eigenlijk, waar we het over hadden in die workshop was... Je hoeft geen actrice te worden om gewoon te gaan acteren. Als je acteren leuk vindt, kun je ook gewoon gaan acteren. Bij een toneelschool, whatever. En zo had ze er nog nooit naar gekeken. Dus iets raakte haar. En het raakte jou waarschijnlijk ook, want het was je eerste workshop. Ja. En toen dacht je, nou, voor iemand die dit een beetje aan elkaar gegoogeld heeft... Ja. Niet verkeerd gegaan. Nou, het mooie was zelfs, zij begon echt na die workshop, gaf ze me een knuffel en zegt ze, nou super bedankt. Ja. Toen raakte ik haar, of de vloer uit het oog. Toen ging ik 4 maanden later zelf een acteercursus doen. En toen stond zij daar in één keer, bij dezelfde cursus. Nee. En toen vertelde ze dat het hele leven was veranderd, dat ze zich in het geschreven bij de Rietveld Academie. Nee, dat deed ik eigenlijk puur omdat ik iets anders wilde doen dan ik gewend was. Ja. Dus ik doe elk jaar wel eens dingen die ik of eng vind of niet zo goed. Kan of waar ik meer in wil leren. Mm-hmm. En dit was meer zo'n theatercursus, een beetje van je chaîne af te komen. En ik denk, nou, dat is wel leuk, dat ga ik doen. Ja. En zij zat daar helemaal te trillen van zenuwen. Ze was ingeschreven bij de Rietveld Academie. En ze zei van, ja, ik ben eigenlijk sinds dat moment veel meer gaan nadenken, wat wil ik? En mijn hele leven in een soort flow. En toen duurde het wel van een paar, denk ik, nog weken voordat ik eigenlijk door had hoeveel impact dat op mij ook maakte. Wow. Want ik zag gewoon wat voor impact zo'n workshop op iemand had. En toen kwam er ergens een punt van, ja... Leuk, als dit in 90 minuten kan, wat zou er gebeuren als ik mijn hele leven of mijn hele carrière hieraan ga wijden? En toen heb ik de beslissing genomen, ik ga trainer worden. Ja.
En, toen ben en ik, eigenlijk een mental trainer. Zo kan ik het wel een beetje, toch? Op het mentale gebied. Ja. Dus je hebt trainers die heel erg op het fysieke zitten natuurlijk. Weet je, sportleraren, fitnessinstructeurs, allemaal van dat soort mensen. En dit is echt puur om je mind gezond en op een goede plek te krijgen. Ja. Nou, wat ik vaak, je ziet heel vaak in training ook praktische vaardigheden. Bijvoorbeeld, ik heb veel sales trainingen gedaan ook. Mm-hmm. Dan gaat het heel erg over sales technieken. Mm-hmm. Maar ik merk inderdaad dat het doeveld, daar ben ik niet super geïnteresseerd in, maar meer het zijnsveld. Van hoe word je meer de persoon die je graag wilt zijn? Hmm. En ja, wat hoort daarbij? En, de angsten, de onzekerheden. Ja, angsten, onzekerheden, schaamte, schuld. Ja. Alles loslaten om uiteindelijk steeds meer een soort peace of mind te komen. Ja. Nou, ik vind echt, want je hebt een account op Instagram, het heet Leader Quotes. Hmm. Als jullie het nog niet volgen, check it out. En Purposeologist. Ook nog, dus eigenlijk twee accounts. En een van jouw quotes is, en dan ben ik dus die vertel ik tegen iedereen. Ja. If the plant doesn't grow, you change the environment, not the plant. Boom! Ja. Die wordt volgens mij nu overal gebruikt ook. Mm-hmm, ik zag hem laatst bij Awake Spiritual en allemaal van die accounts die ik volg langskomen. En toen ben ik ook echt als een soort van geek eronder gaan reageren met, hallo, dit is de quote van D&D, je moet je wel even taggen. Zo. Maar ik vond dat zo sterk. En je bent iemand die heel veel nadenkt over wat doen we in godsnaam op deze aardkloot. Ja. Weet je wel, hoe kunnen we op een plek komen waarbij we een soort van inner peace krijgen. Ja. En via Tiest hoor ik al die verhalen dan. En toen dacht ik, ja, die moet ik toch wel even op de bank hebben. Ja. Eigenlijk dat is een beetje hoe het is gaan. Ja. Dat is grappig ook met die quote van die bloem. Want ik was toen heel erg bezig met leiderschap. Ja. En wat ik heel vaak zag gebeuren is dat we heel erg personen proberen te fixen. Maar je kunt als leider kun je mensen niet fixen. Mensen kunnen alleen zichzelf fixen. Ja. En voor zover het fixen kunt noemen. Maar wat je heel vaak ziet, als je mensen in een omgeving zet waar heel erg angst heerst of waar geen ruimte is voor persoonlijke groei, dan kun je ook niet verwachten dat het beste uit die persoon komt. Dus we zien heel vaak over het hoofd dat het de omgeving is waar je in zit, dat die wel een soort van voedend moet zijn. Ja, maar wat ik wel soms daar moeilijk aan vind, en dan mag je dit compleet gaan ontkrachten, want ik ben zelf naar een seminar van Tony Robbins geweest in L.A. Ja. Super veel indruk op me gemaakt. Heel veel effect over kolen lopen. Het is natuurlijk wel heel theatraal met hem. Ja. Maar wel gewoon de dingen die hij zegt zijn wel heel waardevol. En toen dacht ik wel heel even, maar kijk, dit is zijn bestaan. Mm-hmm. Hij is gewoon, ja, noem het een motivational speaker. Of iemand die daar constant elke dag mee bezig kan zijn. Ja. Is het ook zo makkelijk voor mensen die wel hun kantoorbaan hebben? Of wel, weet je, naar de fabriek. Ik weet niet of, weet je, hoeveel mensen er kijken en die in een fabriek werken, maar misschien wel. Ja. Snap je? Is het niet makkelijk als je dus dat doet als je beroep? Mm-hmm. Want dan kun je hier al je tijd in stoppen om op die plek te komen. En in hoeverre is dat dan moeilijker voor mensen die ook nog een ander soort baan hebben? En ja, het is heel moeilijk. Maar wat je dus vaak ziet, het heeft heel veel te maken met wat heeft voor jou het meest zin. Ons brein denkt niet, of onze geest denkt niet in wat is goed om te doen, wat is slecht. Het denkt in wat heeft zin en wat heeft weinig zin. En wat je vaak ziet, het heeft maar net te maken met waarom werk jij. Als jij werk ziet vanuit een primair bewustzijn, overlevingsbewustzijn, en denkt, ja, ik moet gewoon geld verdienen om voor mijn familie te zorgen of om mijn huur te betalen, dan zul je ook niet heel erg bezig zijn met het allerbeste uit jezelf houden. Want op de voorgrond zit het overleven heel erg. Dus dan is het, dan heb je waarschijnlijk ook niet heel erg die drang om iets te gaan doen, helemaal je passie te vinden. Ik ontdek heel veel mensen die zeggen, ja, dat hoeft voor mij niet. Ja. Ik ben tevreden met mijn leven zoals het is. Maar wat je dus krijgt op het moment dat je, vooral met millennials hoor je dat heel vaak, die willen allemaal het verschil maken, die willen de wereld helpen. Ja. Dat komt omdat die in een generatie geboren zijn waarbij veel meer welvaart is, veel meer toegang tot kennis, je wereldbeeld wat groter. Wat gebeurt er dan? Dan ga je steeds meer zien wat er allemaal speelt in de wereld. Het komt ook nog eens bij dat die minder bezig zijn met overleven. Je hebt dus meer welvaart. Je hebt niet meer zoals vroeger onze ouders die na de oorlog geboren, die moesten gaan bouwen en die lullen maar poetsen. Ja. En nu krijg je een generatie die eigenlijk die angst van ik kan mijn huur niet betalen, die zit een beetje op de achtergrond. Waardoor er meer ruimte is voor ontwikkeling. Veel meer opties. Veel meer opties. Soms te veel opties. Soms te veel opties, absoluut. Ja. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je op een gegeven moment, stel dat je dan de ruimte hebt om een bepaald talent te ontwikkelen. Mm-hmm.
Maar je werkt wel 40 uur op een kantoor waar je dat talent niet kwijt kan. Dan krijg je een zingevingskwestie. Want dan krijg je het gevoel van, ja, wacht eens even. Ik heb een talent, dat wil ik ergens voor gebruiken. Dat gaat steeds maar aan mij trekken, dat gaat roepen. Mm-hmm. Maar ik zit die 40 uur op een kantoor iets te doen wat helemaal niet bij me past. En dan gaat het zwaar worden. En ik ben er ook van overtuigd dat mensen vragen wel eens van, hoe gaat het met werk in Nederland? Hoe zie jij dat? En wat ik dan zie, hè, er wordt heel vaak gezegd van, ja, het gaat weer beter, werkloosheid wordt minder. Maar eigenlijk gaat het heel slecht, in mijn ogen, met het werk. Omdat veel mensen op een plek werken waar ze misschien die zingeving niet helemaal voelen. Kijk maar voelen. Naar hoeveel mensen er op dit moment stress ervaren. Meer dan een miljoen negatieve werkers. 1 op de 7 medewerkers. En uit een onderzoek laatst van Gallup kwam zelfs naar voren dat maar 9% van Nederlanders zich betrokken voelt bij het werk dat ze doen. Maar moeten we dan allemaal motivational speakers worden? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Dat is ook niet goed voor het werk trouwens. Nee. Die moet je ook niet allemaal willen hoor. Maar wat dan, weet je wel? Wat zeg jij tegen iemand? Want jij gaat langs bij zo'n bedrijf. Je ziet iemand zoals bijvoorbeeld die actrice, weet je wel? Die dat niet echt durft uit te spreken. Hoe kan je die persoon dan triggeren? Want je hebt wel echt ballen nodig om zo'n verandering in je leven tot stand te brengen. Zeg maar. Ja, zeker. Je moet eigenlijk door een soort pijn. De pijn om te blijven zitten waar je zit, die moet groter worden dan de angst om te veranderen. Ja. En hoe groter die pijn wordt en het ondraaglijke van, ja, ik doe iets wat ik niet wil. Ja, als die ondraaglijk wordt, dan ga je veranderen. Dus dat is bij mij zelf ook gegaan. Maar ik moet er wel bij zeggen, als ik bijvoorbeeld bij organisaties ben, ik kijk altijd naar het hele systeem, naar de hele omgeving. En wat mij heel erg opvalt, is die hele reden dat er zoveel stress is. We zijn heel erg bezig met, dit is te veel, de werkdruk is te hoog. Maar volgens mij is er een heel ander ding aan de hand, wat we allemaal niet echt zien op dit moment, of waar niet veel aandacht aan wordt besteed. En dat is dat de zinloosheid van het werk steeds meer toeneemt. En heb je dan over, even het eerste wat in mij opkomt, sorry voor mensen die dit als beroep hebben gedaan, maar ik heb deze studie gedaan, de marketing, de reclame, dat is mijn hoek waar ik uit kom. Is dat een beetje de zinloosheid die je misschien voelt dan? Hoe bedoel je dat? Nou ja, gewoon, ik zat dan een soort van nieuwe advertentie te bedenken voor een ketchupmerk bijvoorbeeld. En dan soms dacht ik wel van, ja, is dit echt belangrijk? Ja. Of zo, weet je? Ik voelde daar wel een soort van leegheid bij. Ja. En heb je dan over dat soort functies die dan... Ja, het is puur de leegheid. Kijk, je hebt het niet over vuilnismannen en zo. Die doen vaak werk dat heel erg nuttig is. Ja. Dat heel erg gedaan moet worden. Ik denk ook dat ze gelukkig zijn. Ja, en als vuilnismannen gaan staken, ik heb een probleem. Maar als de online marketeer gaat staken, dan merk je niks van. Nee. Maar wat waar het hem vooral in zit, is dat hoe hoger je niveau van bewustzijn, hoe meer je ook je talent ontwikkelt en hoe meer je dat dan wil inzetten voor de wereld. En als je dan iets aan het doen bent wat daar helemaal niet bij past, dan krijg je dat gevoel van zinloosheid. En dat is niet per se omdat je werk zinloos is, maar er is wat anders wat meer zin heeft. En omdat wij geprogrammeerd zijn om zinvolle dingen te doen, zijn we daar heel erg mee bezig. En wat ik heel erg... Dit is zo lekker allemaal. Ik merk nu al dat mijn hersenen hem zo alles willen opslaan of zo, weet je wel. Nou, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Het meest dramatische voorbeeld dat ik wel eens aanhaal in lezing is Tweede Wereldoorlog, concentratiekamp. Meest nare omstandigheden die je kunt voorstellen. Ja. Iemand die dat meegemaakt had, was Viktor Frankl, een neuroloog en psychiater. Ja. Die zat in die kampen. En wat hem opviel, was dat de mensen die het eerst het loodje legden, die omvielen, waren niet per se zwakkere mensen, maar mensen die geen reden meer zagen om te blijven leven. En wat er dan gebeurde, wat heel opvallend was, is elke keer als iemand op een gegeven moment zijn bed niet meer uitkwam en dacht, weet je wat, ik heb toch geen kinderen meer, want het waren vaak mensen die geen kinderen hadden, die geen toekomstperspectief meer hadden. Die dachten, weet je wat, het hoeft niet meer voor mij, ik geef het op. Ja. En pas dan werden ze vaak ziek. Dan kregen ze tyfus en dan waren ze in de boeken wellicht overleden aan een ziekte. Maar pas nadat ze het hadden opgegeven... Mentaal. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Kijk, wat hield Viktor Frankl in leven? Was enerzijds de liefde voor zijn vrouw. Mm-hmm. Tweederzijds zijn brandend verlangen om een boek te schrijven over deze ervaring, om dat met de wereld te kunnen delen. Toen heeft hij 6 kampen overleefd. Toen kwam hij terug. Heeft 6 de wereld, kampen? Ja, 6 verschillende kampen. Jezus. Toen heeft hij de wereld bestseller Man's Search for Meaning geschreven, waarin hij letterlijk schreef, het zijn nooit de omstandigheden die het leven ondraaglijk maken, maar gebrek aan betekenis en zingeving. Als je dat naar het bedrijfsleven vertaalt, hè, niet zo extreem, maar je ziet steeds meer mensen omvallen, depressies en dergelijke, burn-outs. Mm-hmm. Niet omdat misschien de werkdruk te hoog is, maar omdat er een toenemende mate van zinloosheid is. En je ziet het heel vaak in de zorg bijvoorbeeld. Ja.
En je denkt vaak mensen die in de zorg werken, dat is heel zingeving. Maar wat er gebeurt in de zorg is dat mensen die daarin werken, komen steeds meer toe aan zorg, minder toe aan zorg. En zijn steeds meer bezig met nutteloze dingen als to-do-listjes, procedures en dergelijke. Waardoor ze niet meer toekomen aan het, waardoor ze heel erg die zinloosheid ervaren. Wauw. En dat is iets waar we, waardoor er nu ontzettende drive is. Ja, iedereen is bezig met zingeving. Maar wat bedrijven zijn met purpose, Alex, bezig. We wonen in Nederland, bureaucratisch en shit. Alleen maar regeltjes, boekjes, dingetjes waar je aan moet houden. Wat moeten we doen om daar uit te komen? En ook voor onze kijkers en onze luisteraars een soort van die zinsgeving terug te vinden. Wat is de oplossing? Kijk, je kunt het enerzijds bij jezelf, je kunt het bij jezelf gaan kijken. Hè? Wat geeft mijn leven zin? Wat is voor mij belangrijk? Vind ik het belangrijk dat ik 60 uur per week werk en keihard werk en zonder te weten waarvoor eigenlijk? Mm-hmm. Alleen je zit heel vaak vast in die, je verdient goed, je zit lekker bij een baan. Het is allemaal makkelijk, hè? Het wordt je ook makkelijk gemaakt om te blijven. En het alles beeld, wat voor je geregeld. Denk ik, het misschien succesvolle beeld wat je gecreëerd hebt. Weet je, dat heb ik altijd heel erg bij mensen die bij de Zuidas werken. Ja, die verdienen veel geld, die hebben een mooie auto, die hebben een mooi pak. Ja. Soms denk ik ook wel dat dat beeld wat ze gecreëerd hebben van zichzelf, wat natuurlijk niet hun echte ik is, zo compelling is dat ze dat niet durven los te laten. Nou, dat is het precies, want dat is eigenlijk de persoonlijkheid, hè, die wordt dan heel sterk. Mm-hmm. En het woord persoonlijkheid, weet je waar het vandaan komt? Nee, ik moet meteen aan een game denken, maar dat kan niet zijn. Nou, het woord persoonlijkheid, dat is eigenlijk wel grappig, want daar komt het allemaal op neer. Het komt van het oude Grieks persona. Dat betekent per, waar langs of doorheen. En sona, van sonare klinken. Dat wat geluid doorheen klinkt. Vroeger in de oude Griekse tijd had je van die toneelscholen. Ja. Waarbij iedereen van die maskertjes had. En dat waren de persona's met die blije gezichtjes, minder blije. En iedereen had een paar van die maskertjes. En dan speelde je verschillende rollen. Daar komt het woord persoonlijkheid vandaan. Nee. Dat is de rol die je eigenlijk leert spelen in het leven. Je leert verschillende rollen spelen waar je lekker in voelt. Maar wat er nou gebeurt op het moment dat je die rol heel goed leert spelen en daar erkenning voor krijgt en status je en ego wauw, 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 dan wordt die persoonlijkheid steeds sterker. Ja. Maar dan vergeten we dat we die persoonlijkheid zijn wij niet. Wij hebben een persoonlijkheid. Maar hoe meer je identificeert daarmee, hoe sterker die wordt en hoe moeilijker het wordt om dat weer los te laten. Wat bizar dat dat woord gewoon eigenlijk, dus het is een masker. Uh-huh. Dat is wat het betekent. Persoonlijkheid, terwijl ik dat woord heel erg associeer met wie ik ben, van binnen en wat in me zit. Ja. Maar het is dus gewoon dat fictieve beeld wat we creëren. Het is eigenlijk de rol die je speelt. Maar zodra je niet identificeert met de rol en denkt, nou, dat is gewoon een rol die ik speel, dan is het prima. Maar als je gaat denken dat je die rol bent, hè, en alle aandacht en alles wat erbij hoort, dan krijg je het lastig. Want er komt een punt in je leven dat je die rol of niet kunt vasthouden. Nee. Want je bent een soort van misaligned, hè? Mm-hmm. Want je bent eigenlijk de hele dag een rol aan het spelen. Mm-hmm. Ik zie dat heel veel bij organisaties op de Zuidas bijvoorbeeld. Daar werk ik ook weer veel voor. Die zijn de hele dag in een soort rol, hè, een soort keurslijst. Ja, zelfverzekerd. Dit ben ik. Kan het aan. Maar er gaat zoveel energie naar jezelf reguleren om in die rol te blijven, want je mag er niet uitvallen. Dus het is altijd een soort van angst van, gedraag ik wel zoals andere mensen willen dat ik me gedraag. En dan kun je nooit helemaal jezelf zijn. Nee. En het gaat ten koste van creativiteit, humor, al die spontane energieën. Ja, die echtheid die je dan voelt, die verbinding die je met mensen kan hebben. Oké, maar even terug. Oh, dat vind ik bizar. Dit is al meteen zo'n aha-moment, zoals Oprah Winfrey zou zeggen. Ja. Even terug naar de oplossing dan. Soms denk ik, ik heb er twee gedachten over. Soms denk ik gewoon van, weet je, een soort van Armageddon gevoel, weet je, we gaan helemaal naar de kloten met z'n allen. Maar soms denk ik ook, door dit soort moeilijkheden, door frictie, komt ook een soort van awakening. En misschien zitten we wel in een hele grote awakening met z'n allen. Ja. En moeten we gewoon door deze frictie heen. Nou, kijk, waar het denk ik om draait is heel erg, als je het wil oplossen, moet je eerst teruggaan naar waarom bestaat een organisatie? Die vraag moet een organisatie stellen. Waar zijn we ook weer voor? Mm-hmm. Maar nog daarvoor, een stap terug. Wie zijn wij? En waarom beginnen wij organisaties? En waar zijn wij voor? Want als je niet weet wie je zelf bent, hoe kun je dan, weet je, dan kun je maar, dan ga je gewoon wat doen en dan beland je in een baan en dan komt er een punt. Hè, vaak als je in één keer denkt van, is het wel wat ik wil? Dan kom je misschien vast te zitten. Kijk, ik ben best optimistisch over de toekomst. Wat ik denk is, kijk, we kunnen evolutie niet stoppen, we kunnen wel vernieuwing stoppen. En wat we heel vaak doen, gaan we evolutie en alle dingen die gebeuren, gaan we tegen proberen te houden. In plaats van dat we een soort van medeschepper worden van wat er allemaal mogelijk is. Oké, dit moet je nog even uitleggen. Wat bedoel je precies mee? Laat ik het zo zeggen. Ja.
je ziet heel vaak mensen die gaan zich verzetten tegen de realiteit. Hè, er zijn allemaal dingen die gebeuren, daar ben ik het niet mee eens. En dan gaan we tegen verzetten. Mm-hmm. Alleen, als je ergens tegen gaat vechten, dan focus je op het probleem. Ja. En omdat je tegen iets vecht, wordt het probleem groot. Dan word je resist persist. Dus de mooiste metafoor of makkelijkste is te begrijpen is misschien sporten. Als ik fitness ga doen en ik ga met de biceps mijn arm trainen. Ja. Dan ga ik net zo lang door tot ik als het ware mijn spier kapot maak. Ja. En wat doet mijn spier dan? Die denkt, ja wacht even, ik ga terugvechten. Hop, ik word sterker. Ja. Dat is met alles waar je tegen vecht. Zolang we tegen racisme gaan vechten, hè, racisme wordt alleen maar groter. Sinds we tegen terrorisme zijn gaan vechten, wordt terrorisme sterker. Alles waar je tegen vecht, dat wordt sterker. Dus de kunst om juist ergens voor te vechten. Hè, mooi, waar ja. ben je voor? Ik had dit zeggen. En dat is de oplossing. Want dus wat wil je wel zijn? Als je bij de FIFA werkt en je gaat op bord zeggen no to racism, dan focus je op racism. Als je zegt yes to equality, krijg je een heel ander energie. En dan gaat het over dat wat je wel wil. En we zijn veel te veel bezig met dat wat we niet willen. En dan gaat zoveel energie naartoe, waardoor je eigenlijk... Heel veel mensen weten niet wat ze willen, ze weten alleen maar wat ze niet willen. Ja, en dan krijg je... Dat je ook krijg je dus niet wordt. De oplossing, ja. Ja, ik vind dat heel grappig, want ik volg Leonardo DiCaprio op Instagram... Ja. Ik bedoel, ik vind hem een heel goede acteur. Ik vind hem, wat hij zegt, weet je wel, gewoon de boodschap die hij de wereld instuurt voor duurzaamheid. Ja. En weet je, de wereld een betere plek maken. Heel mooi. Maar hij deelt alleen maar heftige foto's. Best wel depressieve foto's. Ja. En heel eerlijk, ik kom gewoon in een lage energie van die shit. Ja. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld een Just Dig It, waar ik ambassadeur voor ben. Die laat voorbeelden zien van hoe mm-hmm. het kan veranderen. Ja. Weet je wel? Dat we echt dat verandering mogelijk is en dat het allemaal kan. En dan denk ik, wow, dan volgens mij is het veel effectiever ook. Ja, tuurlijk. Maar dat is ook, en ik ben heel erg geïnspireerd door Richard Bachman Sefuller, een grote denker uit Amerika van de vorige eeuw. Mm-hmm. Die zei, you never change things by fighting the existing reality. To change something, you have to build a new model that makes the existing model obsolete. Dus je moet al het oude, kun je alleen wegkrijgen door te vervangen voor iets beters. Nee, en inderdaad met, waar Leonardo DiCaprio mee bezig is, met bijvoorbeeld de hele meat-industrie. Mm-hmm. Ja, als je wil dat mensen bijvoorbeeld vegetariër worden, dan is de oplossing is gewoon om ervoor te zorgen dat vegetarisch eten lekkerder en makkelijker wordt dan vlees eten. Ja, ben jij vegetariër of nog niet? Ik eet wel heel weinig vlees. Ja. En dat is ook wel doordat ik me daar ook steeds bewuster van word wat het doet. Ja. En dat is ook zoiets, hè? Want als je dus... Kijk, ik snap wel de neiging van zo'n DiCaprio om dat te laten zien hoe slecht het is. Maar dan ook krijg frustratie. Je dus, dan ga je dus, wat krijg je dan? Dan krijg je mensen in een negatieve emotionele staat. Ja. En als hij gaat juist een beeld geschetst van hoe de wereld zou kunnen zijn... En hoe we die mogelijk zouden kunnen maken. Bijvoorbeeld Martin Luther King, I have a dream. Ja. Hij zei niet, I have a nightmare. Je wel, als je dat zou doen, ja. Dat toch minder zijn. Nou, maar dan kan je focussen op de dream. Dus wat is de dream? Ja. Daar ben ik altijd mee bezig. En of dat nou met een persoon is of met een organisatie, weet je. Hoe zie je die wereld voor je die je wilt bouwen, die zo vet is dat iedereen met jou daar naartoe wil. En dat je ook de omstandigheden schept waarin mensen het gevoel krijgen, ja, dat is ook echt mogelijk. Ja. En je ziet het wel ontstaan met bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat er heel veel prachtige initiatieven zijn. Zeker. Ja. Zeker. Het geeft echt hoop, vind ik. En ik geloof ook wel dat het goed komt uiteindelijk. Ja. Ik zit wel in team 4, zeg maar. Ik denk van... Soms ook met klimaatverandering is er echt dat Armageddon-beeld. Mm-hmm. En het is ook logisch dat mensen dan op slot gaan. Ja. Want je denkt, ja, weet je, de wereld gaat naar tyfus. Ja, fuck, wat moet ik doen? Beetje geniet nog van het leven. Drinken dan waarschijnlijk. Of seks hebben, weet je. Gewoon al die dingen waar we dan in ontsnappen. Maar ik heb wel hoop, zeg maar. En dit, ik bedoel, mensen zoals jij die dan die boodschap delen, dat is ook wel echt heel erg belangrijk, vind ik. Ja, ik zou heel graag voorbij willen dragen aan een soort van bewustzijnsverandering. Mm-hmm. Of eigenlijk een paradigma. Een soort van dat je een ander perspectief kijkt op dingen. Mm-hmm. En ik zit dan meer in het bedrijfsleven, hè, en mensen. Maar ja, daar heb je ook heel veel impact op wat er in de wereld gebeurt. Bijna alle impacten, of heel veel. En wat je nu nog heel vaak ziet, is dat er een soort... dat organisaties allemaal bezig met de beste in de wereld willen zijn. En hoe meten of je de beste bent of je meeste winst maakt. Mm. Alleen... Meeste volgers, meeste likes. Precies. Ja. Maar je ziet eigenlijk dat organisaties die vanuit een hoger bewustzijn zijn ontstaan. Organisaties als Google, Tesla, Elon Musk bijvoorbeeld. Die hebben een andere paradigma. Maar die kijken naar hoe kunnen de beste voor de wereld zijn. Mm. Hè, dus beste in de wereld is gewoon zo'n ranking en alleen maar... Maar is Google zo goed voor de wereld?
altijd. Nou goed, dat is te betwisten. Toch, ik bedoel, begrijp met Tesla, begrijp ik het idee dat is puur natuurlijk, ze moeten ook geld maken. Ja. Maar bij Google denk ik... Nou goed, kijk, als je heel erg kijkt naar de waarom Google is opgericht, is alle informatie in de wereld beschikbaar maken, ordenen en ook, hoe zei ze ook weer, toegankelijk voor iedereen. Ja, dat is een hele mooie gedachte. Door de komst van Google kun je zoveel kennis in één keer krijgen en toegang hebben tot allemaal informatie die voorheen niet mogelijk was. En in die zin zorgen ze wel heel erg, dragen ze heel erg bij aan die bewustzijnsverandering. Want iedereen kan overal. Tuurlijk, dat moeten we ook niet vergeten. Maar tuurlijk, kijk, alleen wat het verschil is, waar ik heel erg op zit met mijn lezing ook. We zijn vergeten dat een bedrijf bestaat niet om winst te maken. Een bedrijf maakt winst om te bestaan. Dus wat je vaak ziet, dat zijn mensen vergeten. Dus dan heb je een organisatie, ja, we moeten winst maken. Dan wordt winst helemaal primair. Alleen maar bezig met winst maken. Maar ik heb nog nooit een medewerker ontmoet die gepassioneerd is over het maken van winst voor een aandeelhouder die ze nog nooit in hun leven ontmoet hebben. Nee, tuurlijk niet. Want dat zijn winst soort van gaan aanbidden als het allerbelangrijkste. Alleen, we hebben winst nodig om dat bedrijf verder uit te kunnen bouwen. Ja. Het is niet dat we een bedrijf bouwen om meer winst te kunnen maken. En zo zie je het ook met bedrijven als Google. Hoe meer winst je hebt. Winst is eigenlijk niks meer dan energie. Geld is energie. Dus hoe meer geld ik heb, hoe meer energie ik heb om dat weer in iets te stoppen. Nou, nu wat je ziet bij bedrijven, met... dat te veel oppotten en dat ze er niks mee doen. Ze worden op een gegeven moment gierig, want dat is het, weet je wel. Ik vind de hele gedachte van Google van, oké, we willen alles openbaar maken, weet je wel, informatie delen, top. Maar dan heb je big data, waarbij gegevens, persoonlijke gegevens, verkocht worden aan adverteerders. Ja. En dan denk ik van, is dat dan ergens toch dat geld... iets van dat de gierigheid in de mens raakt? Of waar gaat dat dan mis, ja, zeg maar? Ja, deels wel, denk ik. Dus laat ik kijken, wat is gierigheid? Hè? Of hebzucht bijvoorbeeld. Hè? Hebzucht, ja. Kijk, hebzucht is eigenlijk gewoon een resultaat van schaarste. Hè, als ik niet genoeg heb, dan wil ik meer. Alleen, nu is het natuurlijk zo dat de hebzucht is meer... komt vaak bij ons voort uit, ik zou nog zoveel meer kunnen hebben. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld, ik merk het ook wel eens met mijn Instagram-accounts. Dan is mijn... Ja. Heel vaak als metafoor voor een bedrijf zou je eigenlijk een Instagram-pagina kunnen nemen. Dat is makkelijk te begrijpen voor iedereen. Ja. Je begint zo'n pagina, je hebt een fantastisch idee, ik ga mensen inspireren. Je hebt één volger en iemand die stuurt een berichtje van wauw, dit raakt mij zo. En denk ik, ja, hier doe ik het voor. Ja. Vervolgens krijg ik steeds meer volgers en dan gaat dat tellen. En denk je, oh, misschien heb ik straks wel, ik heb nu 10.000, misschien heb ik straks 20.000. En voor je het weet, ga je te veel bezig met het resultaat. Ja. Maar daar doe je het niet voor. Dus het is elke keer even terugtrekken en wacht even, waarom doe ik het ook alweer? Bij jezelf blijven, een stukje integriteit. Ja. Staan waar je voor staat en dan teruggaan van nee, het gaat niet om de volgers. Het gaat om hoe die volgers zich voelen nadat ze mijn spul hebben gelezen. Wauw, dit is zo bizar dat we het nu hierover hebben, want dit is precies waar ik deze week even mee worstelde. Ja. Ook omdat ik ben dit begonnen tussenuurtje, weet je wel. Het is een heel ander programma dan testen, wat ik daarvoor deed. En dit wilde ik gewoon vanuit mijn hart maken. Ik voelde, ik wil dit gewoon doen, zeg maar. Of er één kijker kijkt of 100 of 1000, dat maakt me geen flikker uit. Ja. Maar dan toch, weet je, dan heb je die eerste video en die scoort op een bepaalde manier. En dan ga je toch, dan krijg je een reactie van, oh, weet je wel, hoeveel heeft het gescoord? Weet je, hoeveel vrienden en zo. En dan opeens raak je er toch een beetje geobsedeerd mee. En toen moest ik echt even, toen heb ik een film gekeken van Eckhart Tolle. Ja. Even zo van, even terug, weet je, die trekt me altijd een beetje terug met zijn gekke lach en zijn rustige stem. Toen dacht ik, wacht, maar waarvoor ging ik dit ook weer doen? Ja. Omdat ik... dit wilde doen vanuit mijn hart. Dat ik mensen wilde spreken die iets konden delen met de wereld. Ja. Wat ik interessant vind en wat hopelijk voor onze kijkers ook heel erg interessant is en onze luisteraars. Maar ik merkte inderdaad dat ik even in die hebzucht-modus kwam. Ja. Maar dat is eigenlijk de angst. Hè, die angst gaat het dan een beetje overnemen. En je ziet al hoe mensen daarover praten. Hè. Heeft het al gescoord? Het is heel erg. We zijn daar heel erg door geobsedeerd. Ja. We zijn heel erg geobsedeerd door groei. Alles moet maar groeien. Ja, waarom? Ja. Maar we moeten gewoon maar eens terug zo'n naar de vraag. Zijn chill. Ja. Maar als je gewoon terug kan gaan, en dat is knap, dat je dan zegt, ik ga even terugtrekken, waarom doe ik het ook alweer? Ja. Dat is ook de tip die ik vaak in coaching en lezingen geef aan mensen. Van ga eens even terug, waarom doe je ook weer wat je doet? En als je heel goed weet waarom je doet wat je doet, zoals wat jij maar zegt, ik wil mensen hier hebben die wat te delen hebben. Ja. Het komt vanuit mijn hart. Ja. En dan is de vraag, alles wat ik aan het doen ben, draagt dat er nog wel aan bij? Ja. En zo niet. Hoe kan ik het weer bijsturen dat het weer voelt als, hé, dit is van mij. Want dan ga je weer aan. Weet je wat grappig is aan een cactus? Ik zie opeens nu, weet je, jij met je plant, ik denk opeens cactus. Die groeit heel langzaam natuurlijk.
Maar je kunt hem in de woestijn zetten. En hij overleeft het. Ja. En de andere planten gaan gewoon choppy dood. Weg, ja. Weet je wel? Dus misschien dat die pure essentie waar jij het over hebt. Weet je wel? Als je gewoon geef jezelf de tijd om eventueel te groeien of niet te groeien, whatever. Ja. Als het maar de essentie van wat jij wilt doen daarin zit, zeg maar. Ja, nee, dat is het ook zeker. En probeer ook niet alles nu te fixen. We hebben heel vaak onderschatten we wat we in een. Eigenlijk denken we van. Ja, laat ik zo, we overschatten wat we in een paar maanden kunnen doen, maar we onderschatten wat we in een jaar zouden kunnen doen. We zijn heel erg bezig, alles moet nu, maar dat kan natuurlijk niet. Dus neem ook gewoon de tijd om dingen te laten groeien en te laten bloeien. Mensen vragen mij ook heel vaak van, ja, ik wil graag mijn passie vinden, want dan ben ik gelukkig. Nou, dat is echt niet zo. Dan begint het pas. Maar ik kan me zo voorstellen dat allemaal mensen naar jou toe komen met die vraag, maar dat ze ook denken dat jij altijd gelukkig bent. Ja. Omdat jij hebt een soort van de Holy Grail in handen. Jij vertelt het verhaal. Ja. Dat lijkt me soms ook wel lastig. Ja, dat is een soort extra druk. Hè? Dat is de vraag altijd, wie coacht de coach? Ja. En natuurlijk heb ik ook ups en downs. Ik ben ook gewoon mens. Ja. En dat probeer ik ook zoveel mogelijk wel in mijn verhaal altijd naar voren te brengen. Dat het gaat om mens zijn. Ja. Ik zeg wel eens. Want hoe ga je ermee om? Stel je voor, je moet een cursus geven voor weet ik veel 1000 man. Om het beste uit hunzelf te halen. En jij wordt die ochtend wakker en denkt, jeez, gewoon zo one of those mornings, zeg maar. Ja, dat je denkt, mijn god, ik voel me super onzeker. Ik weet het even niet meer. Helemaal niet, denk ik. Hoe kan ik nog wegrennen? Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. En hoe ga jij daar dan mee om? Want mensen kijken dan echt naar jou voor een soort van antwoord of zo bijna. Nou, ik heb het een keer meegemaakt dat het compleet fout ging. Dat was een jaar of 6 geleden. Ja. Toen was in mijn eerste baan. Toen vond ik presteren al heel leuk. Dus wat heel gauw werd al ging het balletje rollen. En toen zeiden mensen, als je een prestatie gaat doen, laat Alex maar doen. Die vindt het leuk. Ja. Niemand vond het leuk. Nee. Dus toen raakte ik daar... Over dit onderwerp ook? Nee, was of gewoon een presentatie? Ja, soms over werk. Of gewoon een presentatie inderdaad. Mm-hmm. Toen had ik nog niet ontdekt wat ik nou precies leuk vond. Mm-hmm. Maar toen moest ik een keer op een bijeenkomst van 100 mensen... Mm-hmm. Moest ik een directeur interviewen op een podium. En ik dacht, nou ja, dat doe ik wel, vind ik leuk. Maar ja, jij weet hoe het is om te interviewen. Ik had geen idee. En die persoon die ik moest interviewen... die belde diezelfde ochtend af dat er iemand was overleden... In haar privékring. Dus ze kon niet komen, maar ze stuurde iemand anders. En ik had met die persoon al van alles voorbereid. Maar die persoon die nu kwam, die kende ik niet... Ik heb geen idee wie het was. Werd wel even verteld toch van, hey, dit is die en die. Ja, gewoon even wat de functie was en dergelijke. Okay. Maar die kwam dus 20 minuten voordat ik op moest, kwam ze binnenlopen en zei van, nou, laten we gewoon relax doen op het podium. Stel maar gewoon wat vragen, kom dan goed. En ik stond echt, wat moet ik dan vragen? Oh. Totale blackout. Maar wat gebeurde dus op het podium? Toen vroeg ik van, nou, kun je misschien aan de mensen hier vertellen wie je bent? Nou, dat ging wel goed, hè? Yeah. Ze was aan het vertellen en ze bleef me vertellen. En toen merkte ik dat ik vastliep, omdat enerzijds wilde ik luisteren wat ze zei, anderzijds probeerde ik een nieuwe vraag te bedenken. Ja. Toen kreeg ik zo'n kortsluiting. Ja. Toen had ik in één keer vraag, dacht ik, ja, straks ga ik die niet meer stellen, want misschien heeft ze het nu al net uitgelegd, maar ik heb het niet gehoord. Oh, wacht, dat is echt inderdaad die eerste interviews. Toen begon ik echt te zweten en iedereen zag het aan me en ik keek mensen en ik dacht, erger kan niet. Dit is gewoon die grootste angst als spreker, dat het fout gaat. Oh my god. Wat er toen gebeurde, dat was wel een mooi moment, want toen was ik op een gegeven moment in een soort kat in de nauw. Heb ik die microfoon gepakt. Zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon mensen interviewen in het publiek. Ben ik gewoon publiek ingesprongen met die microfoon. Mensen vragen. Toen had ik mezelf een soort van instinctief uitgered. Maar iedereen had natuurlijk al lang gezien dat het helemaal fout ging. Dus toen het klaar was. Zweet op je voorhoofd. Nou, toen ben ik naar de bar gelopen. Was een soort receptie. Ik zei, ik wil nu een biertje hebben. Ik moet even een brandje blussen. Toen ben ik een biertje gaan drinken en ik ging daar zitten. En toen dacht ik, dit was mijn grootste angst. En toen keek ik om me heen. Ik zei, wat is er nu eigenlijk zo erg? En toen moest ik in één keer keihard lachen om mezelf, dat dit was gebeurd. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik heb het wel geprobeerd. Al die anderen, die durften het niet. En toen was het je leeft nog, van, je bent niet dood. Er was niks aan de hand. Nee, ja. En ik zei het, dat ging lekker, hè, en iedereen lachen. Ja. Maar sindsdien was die angst om te falen, was eigenlijk soort van al weg. Nu heb ik nog wel soms voor, als elke keer zo'n podium groter wordt of een belangrijke klus of whatever, dat die spanning er wel nog steeds is. Maar ik heb wel altijd in mijn hoofd van, als het fout gaat, wat dan? Dat maakt wel dat het enerzijds al wat makkelijker is. Maar ik heb nog steeds wel eens momenten dat ik 10 minuten van tevoren denk... in één keer zo'n angst heb van... Wat als ik niet meer weet? Van straks, ik weet het niet meer. Wat nou als het helemaal leeg is in mijn hoofd? Ja. Maar de kunst, dat is wel een trucje voor iedereen die überhaupt angst heeft. Wat ik vroeger altijd deed, is die angst proberen weg te duwen. Van, dat mag niet zijn, ik moet confident zijn. Nou, dan gaat niet. Die heel hard terugduwen. En om gewoon die angst toe te laten van, goh, ik voel angst. Nou, wat voel ik eigenlijk? Oh, mijn hart gaat wat sneller. Ademhaling gaat wat hoger. En het gewoon niet te veroordelen, maar het gewoon te laten zijn. En als het er gewoon mag zijn, is het ook in één keer zo weg.
Wauw. Ik denk dat dat, en dat is een hele goeie met alles. Niet alleen met angst voor je werkdingen, maar ook gewoon met negatieve gedachten. Ja. Die je s'avonds later hebt in je bed. Of weet je, ik heb het nu heel erg omdat ik moeder word. Ik denk, oh, stel je voor, dan opeens zie ik zo'n beeld van een begrafenis. Nou ja, gewoon de horror scenario speelt zich af in mijn hoofd. En als ik inderdaad dat probeer weg te duwen, dan komt het nog erger. Dan zie ik bloed en dan zie ik gewoon alles. Ja. Weet je wat, als ik gewoon zeg, hallo, oké. Ja, je bent er, je mag hier zijn. Ja. Vind ik het heel relaxed dat je er bent? Misschien niet, maar ik probeer je gewoon te accepteren, weet je wel. Dat is heel goed als je dat inderdaad hebt. Dat is wel een goede, dat is echt wel een strategie die voor iedereen denk ik wel werkt. Als je dus daarmee te kampen hebt, dan is dat wel een manier om ermee om te gaan. Hier heb je ziet het heel erg. Lekker theetje, huppen, even een slokkie. Nou, dat vind ik inderdaad wel, maar dat heb jij met presteren natuurlijk ook wel, dat je die spanning voelt. Hoe ging jij daarmee om? In het begin geen idee, joh. Toen deed ik maar wat. Ja. En dan ging kaart op mijn bek en was ik super onzeker en huilen. En, maar humor, wat je zegt, humor is een hele belangrijke. Ja. Het niet te serieus nemen. Ja. Weet je, we zijn geen levens aan het redden hier. Soms denk ik wel aan een chirurg, maar die moet waarschijnlijk ook ergens die relaxedheid. Ja. Er moet een lossigheid in blijven zitten. Snap je? Ik bedoel van, ja, je doet iets en je doet het met al je wil en kracht en weet je, met al je passie die je hebt. Mm-hmm. En als het dan soms misgaat, dat kan gebeuren. Je kunt inderdaad ook niet, wat ik heel vaak zie ook gebeuren, dat mensen zijn heel erg bezig met dat wat je niet kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld, het moet goed gaan, maar je kunt alleen maar beïnvloeden wat je zelf doet. Mm. En zolang je eigenlijk altijd maar het beste kunt doen, wat je kunt doen op dat moment, dan heb je ook altijd een soort van peace of mind, want meer kon je ook niet doen. Nee. Zo probeer ik het ook altijd een beetje. Dat zijn de mooie woorden. Maar als je me na een show ziet die slecht ging, dan is het lastiger om dit te zeggen. Ja, nee, zeker. Dat had ik ook wel even op het moment. Dan komt het met een beetje boer met kiespijn. Van, weet je wel, zo. I don't know. Dit is, ik vind het wel, het is ook wel waanzinnig toch. Al die dingen die wij nu kunnen leren. En dat we ook, wat je zegt, zoveel toegang hebben tot al die bronnen. Ja. Weet je wel. Ik zat toevallig dus deze week toen ik over dat Instagram en volgers en YouTube. En toen had ik al zo'n filmpje gezien dat allemaal van die Instagrammers likes en volgers kopen. En toen dacht ik, wat is het? En dat je op elkaar moet reageren om het nog hoog in de timeline. Toen werd zo'n heel angstbeeld gecreëerd. En toen dacht ik, toen moest ik opeens zo lachen. Toen dacht ik, waar gaat dit eigenlijk over? Waar gaat dit over? Maar dat is eigenlijk dat zie je ook eigenlijk is het, dit is weer hoe de omgeving mensen beïnvloedt om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen, maar ze kunnen het niet laten. Nee. Het is hetzelfde je met, hebt het, je mee met moet alle gaan. Dopingschandalen in de wielrennerij. Er is niemand die daar gaat, die wil doping gebruiken, maar ze kunnen niet laten. Ze willen heel graag winnen. Dus het is gewoon de druk van zo'n cultuur waar je in wordt gegooid, die maakt dat je op een gegeven moment je eigen grenzen overgaat. Want je drive om te winnen is groter. Ja. En dan krijg je, hoe groter je de druk opvoert op mensen, hoe sneller ze over hun grens heen gaan. En dat zie je nu ook met Instagram. Dat je de een krijgt zoveel volgers, die gaat zoveel verdienen. Wow, en ik moet bijblijven. En, gekke dingen. Ja, mensen gaan daar hun grenzen voorbij. Ja. En dan is de kunst om altijd weer terug te trekken en om te vragen, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat maak jij van dit verhaal? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want ik had een bericht gelezen over een Instagrammer die allemaal recepten maakt en dat deelt op Instagram. En die ging daarmee stoppen, want ze zei letterlijk, ik krijg meer likes op de foto's van mijn billen. Wat ik wel een beetje random vond, want waarom zou je foto's van je billen maken? Maar oké, whatever. Ik krijg meer likes op de foto's van mijn billen dan op mijn recepten. En volgens mij ging het gewoon meer over op de mooie foto's van mezelf, waar ik een beetje sexy op sta, versus de recepten. Wat maak jij daarvan? Want ergens is het ook niet, is het ook gewoon niet een beetje in ons dierlijke aard. Dat seksuele component toch wel echt. Tuurlijk, ja. Dat zit in ons instinct. Wij zien zo'n foto. Wow, even kijken. Dat kijk je als eerste naar. Voortplanting. Dat is menselijk, ja. Ja, dus misschien, want ik als eerste van, ja, ik begrijp wel dingen dat. En toen dacht ik opeens, ja, maar is daar eigenlijk uiteindelijk iets mis mee? Nee, maar kijk, hoe ik dat dan altijd zie, is het is wat het is. Wij zijn wie we zijn. En als je heel goed begrijpt hoe mensen zijn, dan kijk je ook niet van op. Zo zijn we gewoon. Je kunt hoe zou jij het mensen omschrijven? Hoe zou jij, als met dit soort woorden zeg maar, hoe zou jij het dan omschrijven? Ik ga even anders. Hoe zou ik de mens of? Ja, gewoon zo van dus de mensen die zijn dus seksueel gedreven. Ik bedoel, dat kunnen we wel met gaan ontkennen met z'n allen, maar dat is gewoon zo. Ja. Maar er zijn wetenschappers die zeggen, we zijn gewoon een soort tool voor onze genen om
te reproduceren. We hebben helemaal niks te zeggen. En alles wat wij doen, wordt daar gewoon op gebaseerd. Ze hoeven niet moeilijk over te doen. Nee, ja, die zijn er ook. Ik vind het zelf lastig. Ik probeer altijd heel veel verschillende invalshoeken te bekijken. Ik haal inspiratie uit boeddhisme, uit wetenschap, natuurlijk psychologie, alles. En dan probeer ik altijd een soort van, ja, wat voel ik nou? Mm-hmm. Nou, natuurlijk, mensen worden daardoor gedreven. Maar je hebt eigenlijk, ga je door je leven door verschillende niveaus van bewustzijn. En je gaat door het primaire... Kunnen we dat ontstijgen? Want dit zijn primaire gevoelens. Zeker, absoluut. Dat kun je ontstijgen, maar het zal nooit weggaan. Net als dat je bijvoorbeeld je ego kun je ontstijgen, maar het ego gaat nooit weg. Nee. Kijk, evolutie werkt zo dat elke keer als iets tot iets nieuws evolueert, een atoom wordt een molecuul, mm-hmm. dan omvat, als wel bevat, die molecuul al die atoompjes. Ja. Maar die atomen gaan niet weg. Nee. Zeker nog, als die atomen weggaan, gaat het molecuul ook weg. Ja. Maar als het ware ontstijg kun je iets ontstijgen, waardoor er iets nieuws ontstaat, mm-hmm. waardoor je de kracht van dat lagere niveau als het ware, wordt dan wat minder. Voorbeeld is als je... Maar zijn we zover als we... Want dat dierlijke, weet je, soms worden we echt gezien... Je hebt het dierenrijk en dan heb je mensen, weet mm-hmm. je wel. Zijn maar we als, dan zie je bijvoorbeeld iemand kolven. Mm-hmm. Nou, wij zijn ook gewoon dieren. En we zijn gewoon dieren, hoor. Als je nog nooit een vrouw hebt zien kolven. Als je een vrouw ziet kolven, dan opeens weet je heel erg zeker... We zijn gewoon dieren. Maar dat is ook een beetje de arrogantie van de mens. Om te denken dat wij... Meer zijn. Veel meer zijn. We zijn anders. Maar niet meer. Meer of beter bestaat niet. Nee. Kijk, in het doeveld kun je beter zijn dan een ander. Ik kan iets beter doen dan jij. Jij kunt iets beter doen dan ik. Ja. Maar je kunt niet beter zijn dan ik. Nee. In het zijnsveld bestaat er niet geen oordeel. En dat is ook met mensen. Ja, want je bent gewoon. Ja. Het is niet dat we ook equal zijn. We zijn gewoon jij bent jij, ik ben ik. We zijn verschillend. Maar het oordeel bestaat niet in dat hele zijnsveld. Wauw. Dus je kunt wel je kunt ergens beter in zijn dan een ander, maar... Bestaat de vraag, of is hij legitiem de vraag waarom? Welke waarom? Waarom wat? Gewoon, waarom zijn we hier? Wat maak jij van die vraag? We gaan lekker de diepte in, we gaan nog dieper, jongens. Ja, dus waarom, als we nog waarom, op, we ja, zitten diep, maar we gaan hier, nog wat, dieper. Waarom ben ik hier? Mijn ouders die hebben een keer besloten om naar bed te gaan samen. En ja, toen was ik hier. Heel curieus. Heel waarom simpel. Ben ik hier? Ja. Waarom? Maar ik denk dat de vraag waarom ben ik hier... Ja, ik weet niet of ik... Daar ben ik nooit heel... Ja, het lijkt wel zo, omdat ik heel erg met de why bezig ben. Meer van, waarom kom jij je bed uit? Ja. Maar als je heel diep op die vraag ingaat... kom je er eigenlijk achter dat je het niet kunt weten. Het is onkenbaar. Misschien is en die... En dat is misschien ook wel goed, want je bent er gewoon. En als je... Zo zie ik het, als je puur kijkt naar... De zin van het leven is gewoon leven. Je bent er. En, maar we proberen allemaal als een gek overheen te rennen... en allemaal dingen te bereiken... Maar het is allemaal aangelegd, allemaal geconditioneerd. En dat is wat ik, misschien zit de echte wijsheid daar wel in. Mm-hmm. Die vraag gewoon niet stellen. Ja. Want ik ben altijd iemand die elke dag wel één keer die vraag gesteld heeft ongeveer, weet je wel. Ik kan het ook niet loslaten. Ik had op een gegeven moment door dat veel mensen het een beetje konden loslaten, maar dat ging er bij mij gewoon niet in. Ja. Ik wilde niet opeens zo wakker worden en het niet vragen, weet je wel. Ja, ja. Gewoon omdat het een soort van een patroon werd en oké, ik heb het gewoon geaccepteerd. Nee, nee, ik heb het zeker niet geaccepteerd. Ik wil het weten. Maar nu op een gegeven moment zit ik op een punt dat ik denk van, misschien is die vraag gewoon, stel ik met mijn hersenen die vraag, maar is die vraag in het grotere geheel, waarom zijn we hier, niet relevant? Precies, en dat denk ik ook, want je brein is gewoon een tool om alles te analyseren, hè? Die wil allemaal dingen weten. Maar, maar die kan niet met dingen omgaan die onkenbaar zijn. Dan gaat je brein wat dan gek, die wil dat gewoon begrijpen. Ja. Sommige dingen zijn niet te begrijpen. Wat ik ook denk, kijk, als je vraagt waarom zijn we hier, dan ga je er eigenlijk vanuit dat er een waarom is. En ik heb een zenmeester, een man waar ik heel veel mee omga. En die vroeg ook een keer van, wat is nou de zin van het leven? En dan zegt hij, nou, volgens mij neem je daarin aan dat er een zin is. Wie zegt dat die zin er is? Ja. Het leven is er. En natuurlijk zijn we wel op een bepaalde manier geprogrammeerd om een bepaalde richting op te gaan. En wat je wel heel erg ziet, is hoe verder we ons bewustzijn zich ontwikkelt, hoe meer wij onze persoonlijke behoeften kunnen ontstijgen. Ja. En hoe meer we ons gaan bekommeren om de behoefte van de wereld om ons heen. Ja. En dat zie je wel heel erg. En dat zou ook misschien kunnen komen, omdat als je bijvoorbeeld even helemaal terug gaat in de tijd, je bent met een, ik bedenk maar wat, hè, ik kan er helemaal naast zitten. Ik kan over 5 jaar deze podcast terugkijken en denk ik, gewoon schattig, ik wist er helemaal niks van. Dat, ik hoop het voor je. Ja, dat hoop ik ook. Hè. Dan ben je altijd, je blijft leren. Maar zoals ik het nu zie, bedoel, je wil natuurlijk niet
Soms denk ik wel eens dat wij gewoon een soort energie... Want we gaan een soort energy transmitter zijn. Wij onttrekken energie uit de omgeving en we zetten het om in een soort anders. En we zijn eigenlijk een soort van tool voor de evolutie om maar zijn gang te gaan. Mm-hmm. En zonder dat we door hebben, we zijn een expressie helemaal aan van mee. Het grotere. Ja, we zijn gewoon een expressie inderdaad van het grote geheel. Ja. Wacht, ik ga heel even mijn benen. Want mijn benen zijn een beetje van al deze informatie, jongen. Het stijgt helemaal naar mijn benen. Ik moet even mijn benen rekken. Soms is het heel goed om even wat bloed te laten stromen. Ja. Nou, anders val je zo om en ik blijf maar doorpraten. Ik wil niet door dat je om het valt. Zoveel informatie vanavond. Serieus, ben ik volgens mij nog echt een paar keer dat ik in bed lig zo. Aha. De zin van het leven. Ik vind het wel lekker. Ik ga hier zo lekker op. Ja, vind je het mooi? Wat is de zin van jouw leven? Verhalen vertellen, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik. Dat is het eerste wat er nu in me opkwam. En dat is ook wel wat ik een keer heel diep ervaren heb. Mm-hmm. Ja, en dat soort vragen zoals de waarom en zo, die inspireren me ook wel om na te denken over dat soort scenario's. Dus ik denk dat als er een zin van mijn leven moet zijn, dan is dat verhalen vertellen. Mm-hmm. En is er dan nog een... Oh, wat lekker. Ga je mij nu testen of niet? Yes. En dan nog... Ik heb altijd geleerd, als je 4 keer waarom vraagt, dan kom je tot het nog dieper. Okay, waarom verhalen vertellen? Ja, geen idee. Nee, dat weet ik echt niet. Nee, dat weet ik echt niet. Het is gewoon... Ik heb het gevoel... Ik weet niet of dat zo is of dat het dan die persona is die ik gecreëerd heb. Ja. Ik heb het gevoel dat ik dat altijd al gedaan heb. Weet je wel, ik was 10, 11 jaar toen ik het eerste boekje schreef. De Egel zonder stekels. Ja. En dat, dat heb ik gewoon gedaan. Ik weet ook niet zo goed. Er zat niet echt volgens mij heel veel gedachten achter. En ik denk dat ik het leuk vind om mensen te inspireren. Ja. Dat is misschien de zin dan ergens. Ja. Ik weet niet hoe een egel zonder stekels mensen inspireert. Maar ik vind het leuk om een wereld te creëren waarin ze kunnen duiken. En misschien vermaakt worden. Of soms misschien geïnspireerd worden. Mm-hmm. En ja, dat is ook veranderd door mijn leven. Ik bedoel, weet je, vroeger vond ik het gewoon heel belangrijk dat het leuk was. Ja. En nu begin ik steeds meer wel te zoeken naar een soort van zingeving in de verhalen die ik vertel. Ja. Snap je? Ja, heel erg. Ja. Het grappige is wat je zegt. Kijk, je kunt het ook niet weten, want ons brein kan er niet bij. Je kunt het alleen ervaren. En op het moment dat je het aan het doen bent, dan kun je wel ervaren van wauw, dit is waarom ik gemaakt ben. Ja. En als je vaak die ervaring hebt, dan ga je dat eigen maken. En de mind die weet daar geen raad mee. Je kunt daarover nadenken, maar je kunt dat toch niet weten. Nee. Ik vond het heel mooi, Alan Watts, een van mijn favoriete filosofen, die vroeg ze een keer na een interview van, why are you doing all this? Zijn all stem. Seminars. Ja, fantastisch. Hij heeft de bed, als je ik Alan Watts niet kent, zoek het op. Zijn stem is fantastisch. Ja. En hij zei zo mooi een keer na een interview, toen vroeg ze van, why are you doing all these seminars? Why do you do this? Hij zei, I do that for the same reason that the bird sings. Wauw. Maar gewoon zo van, simpel. Ja, en zo simpel is het ook. Ik ga sowieso even een stukje van hem laten zien hier. You can feel yourself. Not as a stranger in the world. Not as something here on probation. Not as something that has arrived here by fluke. But you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. En zijn we terug. En ik heb een vraag over hem. Want hij is uiteindelijk... En dat vond ik zo shocking. Mm-hmm. Want ik heb van alles van hem gezien, gelezen. Ja. Over zijn leven. Super interessant. Uiteindelijk is hij alcoholist geworden en daaraan dood gegaan. Ja. En toen dacht ik... Wacht, iemand die zo wijs is... Die zoveel wijsheid in pacht had... Mm-hmm. Hoe kan het nou dat zo iemand dan... Op die manier de wereld verlaat? Ja, dat zie je heel vaak. Dat zie je met artiesten ook. Shit. Dat zie je met... Maar je zou denken dat iemand... Kijk, een artiest... Daar zit natuurlijk ook heel erg het soort van... Rock'n'roll, drugs, drank, stigma op. Ja. Maar zijn ding was dat hij juist... Heel erg met de mind. En hoe krijg je de mind op een goede plek? Ja. En ik was echt een beetje... In shock. Ja. Gewoon, ik dacht van... Hey, ik heb al die dingen van jou overgenomen... of probeer daarvan te leren. Ja. En dan opeens word je alcoholist. Maar je kunt je ook afvragen vaak bij dit soort mensen... waarom ze in eerste instantie dit zijn gaan doen. Als je bijvoorbeeld zelf een soort freaking mind hebt... Mm-hmm. Ga je waarschijnlijk ook je heel erg verdiepen... in hoe de mind werkt.
Dat zou kunnen, hè? Dat ja, je dat dus het uit een pot. Soort. Ja, misschien wel. Ja. Nou, maar je ziet het ook. De vraag is: waarom zou je graag mensen willen inspireren? Dat mensen vragen mij ook wel eens. Mijn zendmeisje die hamert erop dat ik ontdek waarom ik zo graag wil inspireren. En komt dat voort uit een soort van overflow van compassion en ik vind het fantastisch? Of zit daar misschien een angst achter dat ik me niet gezien voelde? Dat zijn allemaal vragen om je te beantwoorden. En je zit heel vaak bij heel veel grote denkers. Nikola Tesla. Je zit er bij Richard Bachman Fuller. Bij hem is het goed gekomen. Dat is een uitvinder, architect, dichter. Een van de grootste minds ook. Ja, ook fantastisch. Een beetje Alan Watts niveau, hè, kaliber. Die was op een gegeven moment ook alcoholist geworden. Die had volgens mij 1 of 2 kinderen. Mm-hmm. En die had op een gegeven moment het moment van... Volgens mij, als ik nu zelfmoord pleeg... is de wereld beter af zonder mij. Want dan van de levensverzekering... kan mijn familie beter voorbestaan. Zo ver was die. Toen had hij een soort spirituele ervaring... waarbij hij iets van zelfmoord wilde plegen, volgens mij. En dat op een gegeven moment... dat hij letterlijk een stem in zijn hoofd hoorde van... You are not allowed to eliminate yourself. You don't belong to yourself. You belong to the universe. Wow. En vanaf dat moment kreeg hij heel erg de eye-opener van... wow, ik ben hier om... de mensheid te dienen. En toen is hij als een raket gegaan. En toen heeft hij heel veel dingen... Maar soms kom je ook niet over dat punt heen. Want dat is trouwens ook heel mooi... Inspirerend dit. Dit was even heel hard inspirerend. Ja. Deze dat kwam is het ook, binnen. Ja. Dat vond ik ook toen ik dat las. Dat ik dacht, oh ja, maar dat is wel... Als je kijkt naar hoe evolutie werkt... Dat vind ik altijd een heel bijzonder schouwspel. Je hebt eigenlijk 2 krachten... Ieder deeltje van een plant bent, een atoom of een mens. Mm-hmm. Je hebt enerzijds de drive voor zelfbehoud, mm-hmm. je individu zijn. Aan de andere kant connecten en inpassen in het grote geheel. En als één van de 2 niet lukt, dan word je geëlimineerd. Dus als je jezelf gaat verloochenen en je eigen grens voorbij gaat... en je eigen individualiteit niet kunt uitdrukken ten koste van het grote geheel... dan ga je dus conformeren, dan ga je ten koste van anderen ga je iets anders doen... Ja. Dan ga je raak geëlimineerd, word je ziek. Ja. Maar anderzijds, als je heel erg op zelfbouw gaat zitten... en heel erg voor jezelf gaat staan... maar niet meer in kunt passen in het grote geheel... dan raak je ook geëlimineerd. De kunst is uiteindelijk om te leren integreren. En integreren is dat je individualiteit inzet... om het grote geheel te verrijken. Ja. En dat is hoe die evolutie werkt. Maar het gekke is dat op het moment dat je dat het niet lukt... dat je bijvoorbeeld of je wordt depressief of iets... dan heb je 2 krachten. Of er is zelfontbinding... En dan ga je bijvoorbeeld aan de drank, ga je whatever. Dan ga je porno op kijken het pad de van, dag. Ja, porno kijken de hele dag. En dan ga je in het soort pad van ontbinding. Mm-hmm. Krijg je zelfontbinding. Of je krijgt zelfontstijging. En dat is wat zo'n Bridget Bachman Fuller, dat Eckhart Tolle had. Ja. Dan zit je op een bankje en denk je, ik kan niet met mezelf door 1 deur. En dan denk je, wacht eens even. Ik en mezelf, niet door 1 deur. Wie is dan ik en wie is mezelf? Ja. En in één keer zie je het en dan bam, zelfontstijging en dan ben je eruit. En maar is wat het... dat nou mogelijk... Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Waarom? Wat die kracht is dat de een zichzelf ontbindt... en de ander zichzelf ontstijgt. Waarom is dat? Nou, dat ben ik nog niet uit. Dat is mijn... Want dat is wat Eckhart Tolle zegt... is gebruik dat... Ja. En eigenlijk inderdaad heel veel grote leiders zeggen... gebruik dat voor je awakening. Ja. Juist de mensen die de meeste shit hebben meegemaakt... Ja. die zijn nu het meest verlicht. Ja. Maar je hebt dus ook gevallen die gewoon... Ja, die, dat niet, die daar niet komen. Nee. En kijk, daar ben ik heel erg geïnteresseerd in. Dat even, maar dan kom je in natuurkunde, dan kom je in filosofie. Nou, dan ben ik zo'n nerd die elke week een boek leest. Ja. Om dat te willen begrijpen. Maar wat welke ik wel boeken? Denk dat het te maken heeft met overgave. Ja. En overgave aan hoe ellendig je ook voelt. Het is helemaal oké dat ik me zo voel. En ik geef me dan over en ik ga niet meer in die weerstand zitten. En dan komt er vaak energie vrij. Om het gewoon te zien zoals het is. Onvoorwaardelijke acceptatie. Ja, wat er ook gebeurt, als je alles kunt accepteren zoals het is, dan komt die energie vrij. En dat leidt, zover ik nu een beetje ben in mijn onderzoek daarin, dat de kans in ieder geval groter maakt op dat zelfontstijging. Maar goed, sorry, wat wij... Welke boeken moeten we lezen? Olifant in beeld? De hele olifant in beeld van Maya de Vries. Fantastisch boek. Toch? Ja, ik ben nu bezig met... Man's Search for Meaning sowieso, Viktor Frankl, fantastisch boek over zingeving. Ik ben nu bezig met The Letting Go van David Hawkins. Dat is een psychiater die zijn hele leven bezig is geweest met psychiatrie, maar ook zelf verlicht is geraakt door een ongeluk en zijn coma geraakt. Waardoor hij in één keer een soort van Buddha consciousness, althans, zo zegt hij het zelf, dus dat is altijd een beetje... dubieus, maar ik heb wel een soort van geleerd... ja, waarheid is waarheid. Als in een boek waarheid staat... en je hebt het idee van dit is waarheid... waar de bron vandaan komt... maakt me niet zo heel veel uit... maar ik ben in dat boek bezig... en dat is echt wauw.
Ja, maar ik ga wel een beetje twijfelen bij mensen die zeggen dat een soort van leider of een guru of weet je. Ja, maar dat zegt hij niet. Dat doet hij niet. Hij beschrijft alleen hoe zijn karma toestand is geweest en hoe die verlichtingservaring, hij is juist heel erg humble. Extreem humble. Okay. En dus daarin heb ik altijd wat voor, dat is een teacher. Ja. Als je gaat zeggen, ik weet het allemaal en ik heb het bereikt, nou, dan ben je dus geen teacher. Hoe ben jij, ook een soort van teacher toch, zelf? Ja, ja, zou je het kunnen zeggen, ja. Vertel even hoe je hem bent tegengekomen. Waar vind je die? Ik heb jou nu gevonden. Die, ja, je blijft gewoon hier op de bank zitten. Mijn zenmeester heb je het af, ja. Ja. Nee, die, ik noem hem ook zenmeester. Maar wat vindt hij dat zelf ook fijn, ja, dat je hem zo noemt? Ja, kan hij ervan lachen. Het is allemaal oké. Nee, ik zat er met een vriendinnetje in het Vondelpark en ik had al een paar weken ervoor het idee van ik heb een mentor nodig. Iemand die ouder is dan ik, die het leven al lang gezien heeft en die mij een beetje kan sturen. Ja. En ik ging in het Vondelpark zitten bij Blauwe Theehuis met een vriendinnetje. Ja. En er zat een man naast in een scootmobiel. Wil je thee? Ja, lekker. En ik had gewoon een heel sterk soort intuïtief gevoel. Die man die zat aan bier te drinken en er was iets met die man en ik wist niet wat. Ik kon het niet begrijpen, maar ik had het gevoel, ik moet met die man praten. Ja. En toen ging ik op een gegeven moment weg. En mijn ego zei natuurlijk, ja, je gaat niet met die man praten. Misschien is het wel een zwerver. Bewijs van, hè. Dat is zo'n heel scenario van, ik ga niet met die man praten. Maar toen liep ik letterlijk al een beetje het terras af. Maar het was net alsof iets mij terugtrok. Zo van, nee, je gaat met die man praten. Toen gaf ik me dan over. Toen ben ik naar die man toe gelopen. En ik zei van, zou je nog een biertje willen? En hij kijkt maar, zo, dat zou ik echt fantastisch vinden. En toen een biertje voor die man gehaald. En toen bleek hij oud filosoof te zijn. Advaita Vedanta leraar. Een leraar uit India waar ik heel erg geïnteresseerd in ben. En eigenlijk alles was zo van, wauw, dit is fantastisch. En toen vroeg hij mij op een gegeven moment van, hoe heet jij? Toen zei ik heet Alexander. En toen zag ik dat hem iets deed. Ik zei, goh, ik zie dat het je iets doet. Wat is er aan de hand? Toen zei hij dat hij ooit begonnen was met een boek schrijven. Maar dat dat nooit had afgemaakt. En dat hij altijd voor zich zag dat hij als pseudoniem zichzelf Alexander zou noemen, omdat het zijn lievelingsnaam was. Hij had Alexander alleen nog nooit ontmoet. Dus nu was ik er. Wow. En dat is zo bizar. En het is, nu zijn we ook samen aan het schrijven. We schrijven samen quotes. Hij stuurt dan Nederlands tekst en ik ga in het Engels daar quotes van maken. En die gooi ik op een nieuwe Instagram-account. Waardoor het ook soort van lijkt alsof nog steeds Alexander zijn boek aan het schrijven is. Snap je wat ik bedoel? Ja, echt bizar is dat, ja. Het gevoel, ik vind intuïtie sowieso, als je dat zo sterk voelt, ja, op een moment, vind ik altijd zo bijzonder, maar ja, ook soms, ja, soms vind ik het ook wel een beetje overweldigend of zo, ja, heel erg, weet je wel. Ja. Ik heb ook wel eens een keer niet naar zo'n sterk gevoel geluisterd. Ja. Nou, dat heeft me toen echt in de shit gebracht. Ja, maar dat is het ook, hè. Je hebt vaker, als je zo'n gevoel hebt, je luistert niet naar, heb je probleem, andersom niet vaak. Nee, dan opent het een, ja, mogelijkheid, of weet je wel, dat, ja, dat vind ik altijd zoiets, dat kan ik helemaal, als ik daar aan terugdenk, ja, ook, dat je gewoon letterlijk een soort van druk voelt hier van, ja, je mag hier niet weg. Ja. Je moet met die man praten. Ja. Dat, dan voel je echt dat je, ja, echt, bent. Soms heb iets. Ik wel, als ik echt omhoog ga, dat ik denk, who is fucking with me? Ja, ik ben gewoon zo'n Sims-poppetje. Matrix, ja, echt. Hè, zo, het gevoel heb ik zo vaak. Alles komt ook altijd op een bepaalde manier samen. Ik denk, nou, wie heeft dit dan bedacht? Ja. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Echt heel gek. Misschien is het wel allemaal gescript. Ja, dat zou zomaar kunnen. Van, maar ook al zou het zo kunnen zijn, dan zou het ook niet uitmaken, want je weet het niet. Als het echt allemaal gescript is, dan kun je gewoon achterover hangen. Ik bedoel, ja, dat is misschien, want jij zegt geen weerstand geven. Ja. Misschien moet je ook wel geen weerstand, ja, geven. Misschien moet je gewoon accepteren van, ja. Ja, maar dat is ook echt het hele loslaten. Hè? Dan word je steeds meer, want volgens mij is synchroniciteit, hoe je dat noemt, zo'n hele toevallige gebeurtenis waar je een soort betekenis aan geeft. Dat is volgens mij gewoon de bewustwording van de zelforganiserende kracht van de natuur. Zo zie ik dat vaak een beetje. Je hebt bijvoorbeeld, je bent ergens mee bezig. Je bent met superveel passie. En dat gaat zich in één keer gewoon vormen. Soms zelfs als je het meer loslaat inderdaad. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want dat, soms als ik iets wil bereiken. En ik ga heel erg erop fixeren. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben een boek aan het schrijven. En nou dat, weet je wel. Gewoon letterlijk dit. En gewoon, en dan gebeurt het niet. Terwijl, ja, soms als ik het helemaal even loslaat. Dan opeens word ik wakker en dan opeens heb ik een heel hoofdstuk geschreven. Ja, nou, zo gaat het ook echt, ja. Dat je het loslaat. Dat is puur dat, want dat verzet wat je elke keer hebt, maakt dat je niet bij die creativiteit kan. Ja. Het verzet zit dat in de weg. Want creatief ben je pas als je helemaal comfortabel bent. Ja. Dan komt inspiratie. Het mooie is, dat doe je ook niet, dat ontvang je. Je krijgt geen inzicht, of je ontvangt een inzicht, maar dat doe je niet. Je ontvangt inspiratie. Daarom zegt mijn zenmeester ook bijvoorbeeld, het leven is geen kwestie van geven en nemen, maar van ontvangen en uitdelen. Want geven en nemen, wow, is het doeveld, ja, maar ontvangen en uitdelen is in een zijnsveld. Dat is gewoon inspiratie, je ontvangt iets en je deelt het weer met mensen.
Je hebt een mooi inzicht, dat deel je weer. Daar zit die inspiratie en creativiteit heel erg in. Ken jij twee dingen? Ken jij Dr. Brené Brown? Ja, zeker. Ja. En zij heeft ooit gezegd dat, volgens mij was het haar speech, die zei van vroeger, in de tijd van de Romeinen en de Grieken, als je dan geniaal was, dat betekende letterlijk dat er een genie kwam. Ja. Met een geniaal idee. En die genie was bij jou. En dan was jij geniaal. Mm-hmm. En vervolgens ging de genie weer weg. Dus dan had je misschien één bestseller geschreven. Of ja. Nou, je had geen bestsellers, maar gewoon een goed boek. En dan keek niemand je meer aan van, hey, waar is de volgende? Zoals bijvoorbeeld met een J.K. Rowling van Harry Potter is geweest, op naar de volgende. Ik vind dat wel heel grappig, weet je. Wat jij ook zegt van, het is ontvangen. Je ontvangt zo'n idee of je ontvangt iets creatiefs. En het is dan jouw taak, of tenminste, zo zie ik het, om dat te delen met de wereld. Ja. Maar die druk die wij leggen van, daar moet nog een prestatie naar komen. Dat is puur weer ook kapitalistisch gezien. Oh, dat is een bestseller. Oh, daar kunnen we geld aan verdienen. Wow, dan gaan we salaris geven en dan gaan we pushen, nog een bestseller schrijven. Maar dan ga je... Kijk, er heeft nog nooit iemand een masterpiece gemaakt omdat iemand anders vond dat jij dat moest doen. Nee. Dat komt uit jezelf. En dat is daarom, ik vind het wel heel mooi van die genie die als het ware dwang. Want ik denk dat wij veel te veel de nadruk leggen op persoonlijkheden en op het succes van de persoon. Want we kijken heel vaak, ook naar grote artiesten, kijken we van wauw, die is briljant en dan gaan mensen aanbidden. Totdat die persoon een keer iets menselijks heeft gedaan waardoor die verafschuwd wordt. Ja. Wat vaak gebeurt. Tuurlijk, wat vaak gebeurt. Maar het begint al met het aanbidden van iemand alsof het een soort supermens is. Maar we vergeten vaak de hele omgeving erbij. Hoe eigenlijk die omgeving die briljantie ook mede gecreëerd heeft. Maar die omgeving, daar kijk je naar. Kijk alleen naar die persoon en die is fantastisch. En ja, en dan, ja, daarom zie je ook wel vaak dat iemand schrijft een bestseller en daarna nooit meer. Nee, de pressure. Ja. De pressure. Ja. Dan krijg je een writersblok en dergelijke. Ja. Het is... Ja, de tijd is op. Wij kunnen hier nog echt 5 uur doorlullen. Maar volgens mij branden onze hersenen dan helemaal weg. Zo. In onze zijn. Ik wil nog één ding vragen. Ja. Hoe zorg jij voor ontspanning in dat alles? Al die... Ja, dat vond ik in het begin heel moeilijk. Dingen. Vooral toen ik voor mezelf begon. Omdat ik dan non-stop hier bezig was. Wat ik nu doe. Ik begin elke ochtend met de wandeling door het Vondelpark. Ja. Stevast. En dan zie ik iedereen naar het werk fietsen en denk ik, oh heerlijk, ik ga lekker. Ik hoef niet. Dan ga ik een half uurtje mediteren en 's avonds ook. Ja. En dat is voor mij wel even de basis. En, en ik heb ook onlangs een ouderwetse telefoon weer gekocht. Dus af en toe doe ik mijn iPhone weg. Dan ga ik gewoon een paar dagen weer bellen, sms'en. Nou, dan zie je ook in één keer wat voor rust ontstaat. Lekker. Dus ik ga nu hele lange wandeling maken. Ja, ik denk dat heel goed even gewoon is. Alles laten... Alleen maar zijn, hè? Niet meer doen. Niet, ja, precies. Ja. Ik ga helemaal zijn. Lieve luisteraars, lieve kijkers, dankjewel voor het kijken. Ik vond het heel erg bijzonder. Dankjewel voor dit. Ik ga je een knuffel geven. Yes. Alexander, bedankt. Thanks, Steph. Kom snel weer langs, want volgens mij hebben we nog heel veel te bespreken. Ja. En volgende week zijn we er weer. Doei. 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 Doei, alle drie de camera's. Oh, Jesus man, het was een bom, een explosie aan inzichten.